Zou jij afstappen? Laat het even weten. Ik denk dat heel veel mensen het ook niet zouden doen. Als ik een model ben, moet het ook wel weer leuk zijn bij mij. Kijk, wel mooi. Kinderen hier, groep 4, hè? We hebben net een viering gedaan. Ik ga ze nu wel even passen. Ik ga ook binnenkort snel een video maken voor de website. Kijk hoe leuk, ik heb deze dus net gemaakt. Highlighter van mijn Primark paletje. Ik vind hem echt ontzettend mooi. Ik voel me er heel erg sexy in. Dit heb ik al met mijn eentje erin moeten tillen. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag, het is 8:10. Ik heb een kopje thee, of tenminste, die ga ik zetten. Deze van de Action. Ik heb lekker koffie van huis meegenomen, want ik vind de koffie hier nooit zo lekker. Alles staat helemaal klaar, dat vind ik echt heerlijk. Op vrijdag weggegaan, dat ik zo kan beginnen. Dus nog 5 minuutjes, 10 minuutjes, dan komen de kinderen. En ik voelde me gisteren heel slecht, nu medium. Ik heb een hele saaie trui aan, maar er staat wel babe op. Dus dat is leuk. Hoi jongens, ik ben thuis. Nog best wel vroeg. Het is pas 4:15. Want mijn digibord was ontploft vrijdag. Of zo, of de beamer. En vandaag was het echt niet beter. Dus hij was echt stuk. Dus dat werd gemaakt. En dat maakte heel veel herrie. En ik moest voorzien. Dat is zo'n systeem waarmee je zeg maar, de sociaal-emotionele ontwikkelingen zo van kinderen kunt volgen. Daarvoor heb ik morgen een groepsbespreking. Om mijn groep te bekijken. Mijn knot is ingezakt. Mijn staart. Dat moest ik doen. Maar dat zijn echt 28 vragen. En dan ook. Voor elke leerling. Dus best wel veel werk en ik kon me niet meer concentreren. Dus ik dacht, ik ga dat thuis doen, maar ik moest even boodschappen doen. Dus ik ga nu even koken en dan ga ik dat in de oven doen en dan ga ik verder eraan werken. We gaan cannelloni eten, want ik heb vandaag... Dus 4 eetlepels glutenvrije havermout. Ik ging net in de supermarkt kijken en toen dacht ik, volgens mij is glutenvrij echt niet per se beter of zo. Dus ik heb nu juist van die volkoren grove havermout van Smaakt gekocht. Dat is zelfs meer calorieën, maar... dat is denk ik beter. En ik heb best wel weer snel trek na deze. Ik dacht, misschien komt het dan omdat die glutenvrij is, ik weet niet. Met dus een beetje light opera sojamelk. En dus ook in mijn koffie een beetje light opera sojamelk. Ik doe trouwens 1 koffie per dag. Bijna altijd. Heel soms 2, maar echt 1 keer per maand zo. Toen die roggebrood van Weight Watchers. 2 punten. Weer 2. Volkoren rijstwafels met 2 gekookte eitjes. Hele kleine eitjes, die biologische. Soms zijn ze heel groot en soms ook klein. Dat vind ik niet erg, want bij groot heb je vooral heel veel van dat witte. En dat vind ik toch niet lekker. Een derde banaan, want hij was echt heel erg vies bruin. Een golden kiwi. En een halve komkommer. Dat heb ik gegeten. Dus ik heb heel veel punten over. Dus ik ga cannelloni maken. Met wat ik al vaker heb gemaakt. Jammer dat ik niet volkoren cannelloni kan vinden. Maar dit is dus cannelloni. En ik ben weer heel erg lui. Ik ga dit. Ik doe geen knoflook. Ik eet heel weinig knoflook. De laatste tijd is toch wel lekker voor je mondgeur. Dit bakken. In... Ik weet niet of ik dat had verteld. Maar dat ik deze spray olijfolie had gekocht. En deze nog even, breek ik ze nog eventjes. Ik doe er maar al kastanje champignons, maar die waren op. Champignons. Dan langzaam de spinazie. Heel veel werk wel hoor. Scheuren, scheuren, sleuren, laten inslinken. Ricotta erbij. Dat is dan de vulling voor in de cannelloni. En dan gaat er tomatensaus op. En omdat het niet zoveel saus is, heb ik wel gewoon deze saus. Die dus best wel punten heeft, maar het maakt me dan nu niet uit. Die er bovenop. En dan een bolletje light mozzarella erop. Dus wel gewoon echt lekker. Maar ik heb de punten nog over. Maar wel verantwoorde keuzes gemaakt in principe. Dus dat. Dat ga ik dus nu maken. En dan moet echt wel meestal een uur in de oven. Sorry. En dan ondertussen verder werken. En dan hopen dat ik klaar ben in dat uur. En dan een week voor editen. Chillen. Wil ik nog even helpen met een brief. Voor een stage. En ja. Nee. Rupje en ik maken samen. Ik had de spinazie niet heel erg goed gescheurd. Nu is het echt super veel werk. Ik heb deze, deze en deze gedaan. Hij deze. Hij. Kijk hoe cute dit eruit ziet. De grote zit in de oven. En deze hebben we dan nog extra. Voor als restje of kerstlunch of zo. Zo lekker. Goedemorgen jongens. Ik heb gisteren best wel een soort van meal geprept. Dat is ook wat chill voor Ruud. Dus wat minder herrie in de ochtend. Ik laat straks zien wel wat ik mee heb. Niet heel bijzonder. Naar mijn werk. Maar voor nu heb ik... dit zijn niet echt overnight oats. Maar ik heb toch die grovere havervlokken van Smaakt gekocht. Die staan dus bij dat biologische gedeelte. Bij ook die dieetdingen, zeg maar die superfoods afdeling. En ik heb het moet heel lang koken, die vlokken. Dus het heeft echt 20 minuten op het vuur gestaan. Met sojamelk en half water. Dus dat is toch iets minder... Ja, dat is toch weer wat gezonder. Maar niet alleen maar water vind ik niet zo lekker, ook met deze. En dat heeft helemaal ingekookt. En toen heb ik het in zo'n
Ik heb 2 porties gemaakt. Die ene beker zit helemaal vol. En deze zat tot hier vol. En ik heb er net nog wat sojamelk bij gedaan. Zodat het 40 gram was. Maar dit is dan wel meer punten. Dus ik ga vandaag kijken of ik het idee heb dat ik minder snel honger heb. En morgen ook nog. Want dan heb ik het dus ook voor gemaakt. Net wat sojamelk bij gedaan. Dan ga ik het nu dus koud eten in plaats van warm. Dus ja, ik weet niet. Volgens mij zit al 6 punten zeker of zo. Dus dat vind ik wel een beetje veel voor iets wat heel gezond lijkt. En dan kan je dus ook gewoon een boterham voor eten. Dus deel alsjeblieft je tips met mij als je dit ook kent, Weight Watchers. Want ik zit best wel een beetje dat ik het moeilijk vind. Ik wil heel graag doorzetten. Maar soms weet ik het gewoon niet. En dan raak je een beetje gedemotiveerd. Hier heb ik een koffie in. Ik doe het tegenwoordig in deze beker. Dit is wel een hele goede van de Hema trouwens. Die lekt echt niet. Zodat als ik mijn koffie niet opkrijg, ik het lekker mee naar mijn werk kan nemen. Ik vind het zo fijn om 's ochtends hier te beginnen met de katten en GTST. Maar ik had dus allemaal dingen geprept. Ik dacht, dan heb ik veel tijd over. Maar ik heb zo diep geslapen. Ik ben ook geen enkele keer wakker geworden vannacht. Dat ik ontzettend traag ben. Want ik hoefde dus alleen maar hier nog een beetje sojamelk bij te doen en mijn koffie te maken. En alsnog ben ik weer net zo laat als dat ik wel eten voor mezelf had gemaakt. Dus daar baal ik een beetje van. Want ik dacht dat ik lekker veel tijd zou hebben vandaag. Nu ga ik me opmaken. Dat was het nieuws. Hey jongens, het is 5:30. Ik ben net terug uit mijn werk. Beetje laat, beetje moe. Ik was even veel aan het doen, gewoon in mijn klas. Ik had niet echt de afspraak, maar was gewoon een beetje veel aan het aanrommelen. Ik heb een pakketje. Ik had een muesli en een amandelmelk om te proberen van het merk Lima. Oat drink. En ja, ik zeg niet meer ja tegen alle pakketjes en zo, want ja, op een gegeven moment kan iedereen alles wel toesturen. Muesli is altijd handig, dus waarom niet? Maar hij weegt echt heel weinig. Hij heeft best wel veel calorieën nog. Ik kan er niet echt doorheen kijken. Dit is het. Ik weet er niet waar het verkrijgbaar is. Maar het is van Lima. Ik zal even laten weten wat ik ervan vind als ik het ga eten. Het is heel veel gepopte dingen. Dus ik zou niet. Ik weet niet of dat echt vult dan of zo. Maar wie weet. Ik ga even een foto laten zien van wat ik nou had gegeten. Vanochtend had ik het verteld. Hè? Nou, ik heb dus 2 gekookte eitjes. Als tussendoortje had ik worteltjes gegeten. Daar heb ik weer heel erg honger van gekregen. Dus ik ga daar echt mee stoppen. Toen had ik... ik zie daar mijn sieradenla over staan. Ik heb echt zin om sieraden te maken, maar er zijn geen orders. Toen had ik als lunch weer 2 meerganenrijswafels met 2 gekookte eitjes. Wat echt begint te vervelen trouwens. Dus nogmaals, heb je leuke ideeën, let me know. Op Weight Watchers zijn ook wel dingen, maar ik weet niet. Misschien moet ik er even wat rustiger naar kijken. En toen, zeg maar om... We hebben natuurlijk 2 keer pauze met de kinderen. En dan nog een keer pauze daarna. Dus eigenlijk eet je dan altijd 3 keer. Want eigenlijk, ook als ik het invoer op Weight Watchers, is mijn ontbijt die havermout. En is mijn tussendoortje wortels en mijn lunches en die ei met rijstwafels en sla. Dus eigenlijk eet je best veel, maar het is zo'n lange dag dat ik dat ook... Ja, ik weet niet. Ik vind dat echt te weinig om alleen thuis te eten en dan 1 keer op mijn werk te eten. Dat vind ik echt te weinig. Ik weet niet hoe ik dat anders zou kunnen doen. Maar ik was mijn ijsbergsla vergeten. Dat is wel jammer. En ik had ook geen dressing. Ja, ik had 2 spreetjes olijfolie en wat zout. Maar ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Wat ik had gegeten. Maar ik heb nu heel veel trek. Dus het vult echt niet genoeg. De havermout leek me wel echt meer te vullen. Want ik at die worteltjes omdat ik gewoon even iets wou eten eigenlijk. Maar ik had niet echt honger. Kijk. Wacht hoor. Dit had ik gegeten. Allemaal 0 punten. Oh nee, behalve de olijven. Ik had 10 groene olijven ingevoerd, die kleintjes. Komkommer, gele paprika, of oranje paprika, cherry tomaatjes en olijfjes en mais. Dat was het. Het is wel lekker, want het was allemaal heel lekker knapperig en vers. Maar toch is het niet echt voldaan gevoel. Maar ik denk dat ik dat morgen wel weer ga doen. Maar misschien zou ik er dan nog iets bij moeten doen. Maar weet je, het is, dan eet ik zo weinig punten. En als, ik heb niks gesnackt of gesnoept of wat dan ook. Geen koffie meer genomen. En alsnog heb ik nog maar 15 punten over voor vandaag. Mijn ontbijt was 7 punten. Ik had gedaan een glas light sojamelk. Want ik dacht de koffie en de havermout bij elkaar is ongeveer een glas. Dus 2 punten. En de havervlokken zijn 5 punten. 7. Nou, lunch 4 punten. Want de olijven zijn 2. En die rijstwafels zijn 2. Zo ontzettend weinig. Heb ik alsnog maar 15. Maar ja, je moet ook afvallen natuurlijk. Dus misschien is het ook wel logisch. Ik weet niet wat Ruben wil eten, maar ik heb geen zin om weer naar de supermarkt te gaan. Want ik heb gewoon geen inspiratie. Ik was er gisteren, ik was er eergisteren. Wow. Ik was er eergisteren, ik ben er zo vaak. Ik koop elke keer maar voor 1 keer eten. Want ik weet gewoon niet wat ik moet halen. Dus ik ga nu ook gewoon lekker dat restje cannelloni eten. Ik zou ook tegen hem wat eten. Hij zegt, nou ja, eet jij maar dat restje cannelloni. Ik weet niet waar die is, ik denk dat hij nog op school is. Daar zit nog een portie in.
Dat ga ik lekker opeten als avondeten. En ja, dat is wel minder dan 15 punten. Dus misschien is het nu nog best wel vroeg. Al 6 heb ik daarna nog trek en neem ik een beetje havermout nog of zo. Goedemorgen allen. Het is vandaag woensdag, zoals je kon zien in de intro. Weet je wat ik echt stom vind? Ik fiets net uit de deur. Maar ik heb altijd best wel haast in de ochtend. Ik heb niet echt tijd voor andere dingen. Maar ik zag een kraai. Kraai? Ja, een kraai. Die in een grote plastic zak waar een brood in had gezeten. Een heel brood. Een heel brood denk ik. Zag ik een kraai daarin. Want die wilde dat brood pakken. Er zat nog één boterham in een kapje of zo. Maar ja, ik denk, die gaat echt stikken in die zak. Dus ik stap af. En die kraai vliegt natuurlijk weg, want die is bang. Dus ik zou die boterham eruit halen. Het lag ook nog eens op het begin van de weg, het op de stoep. Die zak in mijn mand gedaan. Maar ik snap niet dat mensen zo dat gooien. Want daar kunnen ze echt in verstikt raken. En helemaal in het water of zo. Hier gaat het misschien nog niet. Maar weet je, straks raakt hij erin verstikt. Komt er een auto aan, boef, dood. En dan denken mensen misschien, het is maar een kraai. Maar ik snap dat niet. Zou jij afstappen? Laat het even weten. Ik denk dat heel veel mensen het ook niet zouden doen hoor. Goed. Vrijdag hebben we een viering. Ik heb een toneelstuk met 4 scènes geschreven samen met mijn collega. Superleuk. Ik vind dat echt heel leuk, de viering, want dan kunnen we eindelijk acteren en zo. Maar morgen ben ik natuurlijk niet, dus dit is de laatste dag dat ze het kunnen oefenen. Dus ik zei tegen een collega, laten we even dat we eventjes beneden kunnen oefenen met onze groep. En dat je de andere groep bij mij zet. En als ik ga oefenen, dat ik mijn half van de groep bij jou zet. Maar dan heb ik dus straks mijn kinderen van vorig jaar even, dus dat vind ik leuk. En verder heb ik niks boeiends. Woensdag heb ik altijd overdag bij mijn collega. En morgen heb ik nog niks gepland, maar ik wil eigenlijk even adventkalender unboxing filmen. Ik wil heel graag naar het WFC. Maar Ruben heeft om 2 uur de auto nodig, dus moet ik vroeg gaan. Ik ga even kijken. Net is mijn nieuwe weekvlog online gekomen, ik ben benieuwd. Hij is leuk, maar er zit ook negativiteit in, want ik was best wel ziek. Zoals nu heb ik bijvoorbeeld echt heel erg veel last van mijn buik. Maar ja, dat zeg ik maar niet meer, want dat heb ik zo vaak. Maar ik zeg het meestal wel als ik ziek ben, dus dat heb ik gezegd. Dus ik ben benieuwd. En ik ging ook een beetje in op negatieve dingen. Dus ik ben benieuwd wat de reacties worden. Ik heb weer dit om. Ik heb ook echt ziek vaak dit gepromoot. Of tenminste, ja, gepromoot benoemd in mijn vlogs. Maar ik vind ze dus zo geweldig dat ik nu bijna alleen maar deze draag. Dus ik moet ook echt even weer andere sieraden gaan dragen dan deze. Nou jongens, dat was even een praatje. Oké, ik ben klaar. Het is 4 uur en ik ga nu vet leuk. Ruben heeft even de auto hier naartoe gebracht, want die was toch... Want die kwam met de auto, dus ik zei breng even de auto hier en dan kan jij met mijn fiets naar huis fietsen. Ik ga nu met een collega naar de Action in Diemen en daar gaan we even iets wat nodig is in december. Vet leuk, dus we gaan samen in de auto. En ja, dus het is nog best wel vroeg 4 uur, maar ja, dat is ook werk. Goedemorgen jongens. Wow, het zonnetje schijnt, zie ik nu. Lekker. Het is best wel vroeg, het is pas 9:30. Nee, dat zeg ik verkeerd. Het is bijna 10:30. Ik was om 9 uur wakker. Wow, ik ben heel traag. Ik wou zeggen, ik ben even heel snel aan het doen. Want ik ga zo naar het WFC. Want ik heb gewoon heel veel zin om weer even aan de webshop te werken. Ik had al laatst verteld dat het even wat minder hard liep. Wat ook wel logisch is. Nu hebben we wel weer wat orders. Niet veel of zo. Maar mensen zijn heel erg enthousiast tegenwoordig over de producten. Ik krijg echt bijna geen retourtjes. Alleen als een maat niet past of zo. Maar dat mensen zeggen, oh, heb je hem dan nog in de maat groter of kleiner? Mensen zijn echt ontzettend enthousiast en over de nieuwe sieraden krijgen we heel veel positieve reacties. Dus ik wil gewoon eventjes erheen. Even kijken, misschien nog even weer een keer een kledingitem of iets. Alleen, Ruben moet uiterlijk om 1 uur weer hier weg met de auto. En het is nu 10:30, dus ik... Het is 10:55. Ik ga me heel snel aankleden. Ik wil om 10:30 hier wegrijden. Uiterlijk 11 uur bij WFC zijn. Oh, dan heb ik echt heel erg kort. Dan heb ik maar iets meer dan 1 uur. Dus ik moet even heel snel doen. Oké, jongens, ik loop nu naar de auto. Laat trouwens even weten. Ik had het gisteren ook op de Commo Instagram gevraagd. Maar wat jij nog echt nodig hebt in je kast. Of wat je nog mist op onze webshop. Ik wil nu even kijken of ik iets... Ik heb echt maar heel kort hoor. Iets voor de kerstie of zo. Maar ik moet natuurlijk ook wel weer... als ik een model ben, moet het ook wel weer leuk zijn bij mij. Dus een flared pants of een strak jurkje. Wordt het dan niet. Dus... Maar laat even weten wat jij gewoon nodig hebt, los van of het mij staat. Oké, okay. Oh, ik ben een beetje viezig. Ik had eigenlijk mijn haar willen wassen, maar ik ken het niet. Ik ben weer terug. En ik heb helaas weer niet heel veel kunnen aanvullen qua sieraden. Het is zo lastig altijd. Online is het op, in de winkel is het op, maar wel wat dingen. En een hele leuke nieuwe ketting. Wat is de tekst nou ook weer? De ene is You're the Gin to my Tonic. Ze hadden me al verteld echt 3 maanden terug dat het zou komen. Dus ik was er heel erg excited naar. Heel mooi, een ketting met echt in tekst zo. Zo van... You, en dan zie ik je ketting. R, streepje ketting. Zo. Tell me a love story.
Ik heb er weer echt maar van alles één gedaan. Want ik neem gewoon geen risico's meer. Het is ook wel leuk om op die manier een beetje exclusief te zijn op de site. Heel vaak krijg ik vragen, komt dit weer? Maar je moet er gewoon, als je het wil, echt snel bij zijn. En heel vaak wordt het wel aangevuld hoor, maar ik weet nooit wanneer. Nu, ik wil heel graag die kleine sterretjes voor je oor aanvullen, maar die zijn gewoon al heel lang op. De scrunchies zijn weer op. En, ik heb echt hele leuke truien gekocht bij een winkel die ik ontzettend leuk vind. Waar ik ook mijn leopard blouses vandaan had. Dat was het volgens mij. En ze hebben heel veel mooie truien. En chill is daar, het zijn one size truien, maar ze vallen echt lekker groot. Dus voor mij is dat top. En als je kleiner bent, vind ik het ook super leuk. En, ook vandaar heb ik maar van elke kleur, alleen van de witte trui heb ik er twee. En dan heb ik één trui, die heb ik één beige, één zwarte en één crème witte van. Dat is echt een grote trui met een kool. Gewoon echt zo'n dik trui wat je nu heel veel ziet. Dus dat heb ik gekocht en een beetje een risk genomen. Daarvan hoefde ik gelukkig maar een pakket van S, M en L te halen, dus maar 3 items. Ik zag dit toen ik binnenliep en toen zei ik, ik kom zo terug, ik ga er even over nadenken. Dit is gewoon, ik weet dat ik vorig jaar rond de feestdagen overal heb gezocht naar iets met zilver, glitter, zwart en sterren. En dit is een body met lange mouwen. En ik hoop zo dat die L mij past. Anders ga ik iemand anders een model voor laten staan. Ze wisten ook niet of die nog leverbaar was. Dus misschien maak ik nu foto's voor maar 3 items. Maar zo mooi. Hij is wel niet heel goedkoop. Ik denk tussen de 35 en de 40. Maar het is echt een hele mooie kwaliteit. Dus hier ben ik echt zo enthousiast over. Dus dat heb ik gehaald. En Ruben is nu weg. Die heeft een soort van sollicitatie. Maar het is geen echte sollicitatie. Het is een soort oefening voor zijn school. En ik ga even de kleding. Ik ga nu niet geen foto's maken hoor. Heel gezien maar om die witte studio neer te zetten. Ik wil liever lekker buiten mooie foto's maken. Maar ik zie er nu ook niet goed uit voor foto's. Dus ik ga wel even de voorraad updaten. Dat ga ik doen. Ik ga lekker film kijken. Ook al is het een hele mooie dag. Ik ga gewoon chillen. En het is nu pas 2:30. En ik heb echt wel veel gedaan. Vind ik zelf. Dit is voor mij wel veel. Auw. Oké, deze body is echt perfectie. Ik heb er nu even geen BH onder aan. Want ik ging eigenlijk douchen. En toen moest ik hem even passen. Maar kijk, tot bijna onder je buik loopt dit. Dus soms bij een body moet je een hele hoge broek aan. Weet je, ik heb een body van Primark. En als ik een iets te lage broek aan heb, zie je dat het een body is. Dan zie je zo dat lapje stof eronder. En dat is hier niet. Kijk, dit is... Hij zit echt heel makkelijk vast. Hij is ook helemaal niet te... Hij sluit hem bij mijn lichaam, maar hij valt helemaal niet te strak. Maar hij sluit heel makkelijk. En dit is een heel lekker zacht soort van mesh stofje. Dus daarmee doe je hem van onder vast. En ik kan niet wachten. Ik moet zeggen, kijk, als ik bijvoorbeeld 3 kilo minder weeg of zo, zit hij misschien nog mooier. Maar als hij zo valt, zou ik hem kopen omdat ik hem zo mooi vind. Wat ik dus geweldig vind. Vaak bij... als ik een body heb, is het vaak een te diepe V. Nou, dit is niet een te diepe V. Hij heeft hier een knoopje. Dus ik mag het even niet zo bloot laten zien. Maar je zou hem dus ook zo kunnen dragen als je dat sexy vindt met zo'n inkijk. Heel mooi stevig knoopje. Vaak is het bij glittertops zo dat ze heel erg jeuken, vind ik zelf. Bij dit soort... Ik krijg hem even niet dicht. Bij dit soort glitterstof. Het jeukt totaal niet. En van binnen merk je helemaal niet dat het een glitter iets is. Maar dit jeukt ook niet. Dus... Dit is zeg maar precies wat ik altijd al zoek. Zo'n soort iets. Dus ik ben helemaal zo mega enthousiast. Dit wil je echt met kerst. Echt waar. Ik ben zo blij dat ik het toch heb gekocht. En er zit stretch in. Dus ja, ik heb er niks op aan te merken. Mooi hoog van boven. Ik ben helemaal enthousiast dat ik dit gekocht heb. En nu wil ik eigenlijk ze even bellen. Want ze hadden nog maar... 3 sets liggen, dus nog 3 keer SML. Of ik die misschien kan reserveren. Maar ja, straks loopt het niet, maar ik kan me niet voorstellen dat dit niet loopt. Ik had trouwens gisteren nog een pakketje binnengekregen. Want de Body Shop die wilde mij een advent calendar toesturen, zodat ik daar een video over zou maken. Toen ging dat niet door en toen ging het wel weer door en toen ging het weer niet door. En dat is wel jammer, maar nu hebben ze me dit toegestuurd. Superleuk. In kerststijl. Dit is een grote body butter Berry Bon Bon. Dit is echt zo'n typische Body Shop geur. Hij is... Oh, hè? Ik heb hem nog niet gebruikt, maar ja, het is wel een hele bekende geur. Ik vind het een beetje snoeperig, niet heel zoet. Lastig te omschrijven. Het ruikt eigenlijk wel naar wat je hier ziet op het plaatje. En de scrub die ruikt ook zo, of niet? Ja, Berry Bon Bon, dit is die sugar scrub. En dan de peppermint candy cane, dit ruikt gewoon naar zoete peppermint. Ik vind dit echt heel erg lekker. En dit kreeg ik in deze, hoe heet dit, een stocking, weet je wel, wat je volgens mij aan de kerstboom kan hangen. Heel cute. De body butter, de scrub, maar dit is echt heel chill voor reizen, dus dat bewaar ik nog eventjes. De shower gel, hier kan ik er echt niet genoeg van krijgen. Ik heb altijd een bak met minis en ik vind dat helemaal leuk. En de handcreme. En ik had hier ook de vanilla pumpkin van gekregen. Die heb ik op Instastory gisteren laten zien. Ik weet even niet waar die ligt. Vind ik heel lekker ruiken. Het is een hele dunne handcreme en ik hou er wel van.
Dus het voelt je eventjes... Oh, hij ligt hier. Maar het is niet heel erg dik. En ja, ik vind dat heel erg fijn. Misschien is het voor hele droge handen niet genoeg. Maar ik vind dat echt super chill dat je dan ja, niet van die hele vette handen hebt. En dit is een metal eye liquid. En hier kan ik eigenlijk al wat mee. Want dit kan je ook als je geen oogschaduw kunt. En super schattig. Dit is als je haar hebt gewassen. Jongens. Hoe mooi. Zijn deze. Wauw. Hij is duur hoor. Deze. Hij is echt duur. Daar kan ik ook niks aan doen. De kwaliteit wordt gewoon beter bij die winkel. Dus ook duurder. Kijk hoe mooi. Alleen die Tell Me Love Story en die Urgent and My Tonic zijn echt duur. Deze zijn ook wel iets prijziger. We hebben nog steeds ook hele betaalbare kettingen. Dat zal ik helemaal niet laten zien. Ik wil laten zien dat wij maaltijdsalade gaan eten. Ik heb deze met zalm. Maar ik heb dus alle pasta. Nou ja, er zijn een paar pastatjes gesneuveld. Maar de hele bodem, zeg maar, van... Moet ik het bewijzen, jongens? Ik bewijs het wel even. Heb ik eruit gehaald. Het is hier heel donker. Nou, dit is een bak met pasta. Lekker licht. Want dan is het wel gewoon een gezonde salade. Dus dit is ons diner. Dit is mijn diner, deze salade. Ruben heeft met de kip. Oké, jongens, ik zet net even het Sinterklaasjournaal pauze. Want ik zei, ik moet even aan mijn camera en aan jullie vertellen hoe goed het ging. De kinderen hier, groep 4, hè, hebben net een viering gedaan over het verhaal van Naaman. Die vlekken op zijn lichaam heeft en daarom zich altijd heel mooi kleedt om dat te verbergen. En dan gaat hij naar de Jordaan en dan zijn zijn vlekken weg. Nou, ze hebben 4 scènes gespeeld. Ik hoefde niks te zeggen. Ik hoefde geen één keer iets in te fluisteren. Ze hebben het zo goed gedaan, dus ik ben zo trots. Dus dat wou ik eventjes vertellen. Ik had vanochtend wat overnight oats. En nu eet ik dit. Maar kijk, een Sinterklaasjournaal. Dit was trouwens... Kijk hoeveel. Zo, net een rekenlesje gehad. Nu zijn ik in de gym. Ik had gerald bij mijn collega's dat we en een viering konden doen en naar gym konden. En nu eet ik een komkommer. Best wel een lekkere, maar zo'n donker, hoe donkerder hoe lekkerder en hoe knapperiger. Ik voel altijd of je wel hard is en dan is je lekkerder. En omdat ik nu gym heb, kan ik kijken bij de andere viering. En dat is met mijn oude klas. En zij hebben dus dezelfde toneelstuk als wij. Maar ik vind het vet leuk om mijn oude kinderen van vorig jaar te zien. En ik ben blij, want we hebben één iemand in de klas die sprongen van 10 nog lastig vond. En nu lijkt ze te begrijpen. Dus nu snapt iedereen het. Dus dat vind ik fijn. Ja, dat was het. Ik kies ervoor om voor 3 punten deze te nemen. Dit werd getrakteerd. Dit is zo lekker. Dit mag ik nooit van mezelf kopen. En nu ga ik er 1 eten. En deze doe ik in mijn trommeltje. Ik heb er vanmiddag een roggebroodje met kaas. En nu heb ik weer 2 gebakken eitjes. Want ik werd echt gek van die gekookte eieren. Jongens, ik mag niet echt meer veel sushi eten. Maar nu was ik op de route en ik moest even mezelf trakteren op handrolls. Dus dat ga ik nu even eten. Zien jullie hoe moe ik eruit zie? Je weet toch dat ik vorige week het aan het vechten was, zeg maar, om niet ziek te worden. En ik merk nu dat het echt eruit komt. Weer als het weekend is. Ik wil heel graag morgen gaan Ruben en ik iets leuks doen. Maar ik wil heel graag morgen die nieuwe kleding om te shooten. Maar die body wil ik heel graag ook op een dunner lichaam shooten. Lotte zou goed zijn. Wat chill aan Lotte is dat zij maat S heeft, maar ook... of had ze nou M? Nee, S. Maar wel gewoon lang is. Ze is wel gewoon 1,70. Ze heeft wel gewoon een lang bovenlichaam in principe. Dus dat geeft wel een goed realistisch beeld. Want Lin, die is echt 1,60 en die heeft echt best wel grote borsten. Dus dan is het niet zo'n realistisch beeld. En Susanna zou ook wel een goede zijn. Die heeft ook gewoon niet de grote borsten en slank. Ik vind het wel heel... Wat ik echt perfect zou vinden op de webshop is en op mijn lichaam en op een maat S met niet te grote borstenlichaam. Zo lekker dit. Ik had dus dat Oreo koekje gegeten, maar verder vet goed. Op zich vult het ook best wel als avondeten. Oké, nu komt er een poll. Ik denk dat het echt heel weinig ja gaan zeggen. Heb jij wel eens sushi gegeten in de auto? Ik ben zo benieuwd. Want iedereen is altijd verbaasd dat ik dat doe. Van hoe doe je dat?
En dan zeggen ze van, sorry, ik ben echt aan het bunkeren, maar zoveel honger. Ik had weer iets te weinig mee. Ik had eigenlijk te weinig in huis. Maar dan zeggen ze van, oh ja, handroll is makkelijker, maar handroll is juist lastig, want die lekt. Dat is trouwens een beetje laag. Eigenlijk wil ik ook echt die adventkalenders gaan filmen. Ze zijn al zoveel gedaan. Dus ik denk dat ik geen views meer ga krijgen. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Plus ik heb het zeg maar beloofd dat ik dat zou doen. Aan die bureaus van wie ik het heb gekregen. Maar Lotte zei ook al. Ik dacht dat ook. Normaal worden er niet in Nederland zoveel adventkalenders unboxed. Ik dacht altijd dat ik het nog best een beetje origineel was als ik dat deed. Maar dus echt totaal niet. En ook precies degene die ik heb, die zijn ook al gedaan. Oké, dat was het. Hey jongens, ik kom net thuis. Ik wou vertellen dat ik had besloten. Ik twijfelde heel erg of ik de jassen wilde restocken. Dus de roze corduroy jas met het witte bondje van binnen en de roze velvet jas. Maar ik heb het dus toch gedaan. Besteld, het komt dinsdag binnen. Dus ik heb net even op Comois verteld dat het is aangevuld. En ik heb het ook vast gewoon online gezet. Want de leverduur is toch tot 4 werkdagen. En het is nu vrijdag, dus de volgende werkdag is eigenlijk maandag en dan dinsdag. Dus dat is eigenlijk maar 2 werkdagen. Dus, want normaal, alle orders die nu geplaatst worden, worden toch pas maandag verzonden. En dit dan dinsdag, dus het is maar 1 dag langer. Dus mocht jij die als ook nog willen, dit zie je wel iets later. Dus dan hoop ik het. Maar hierna worden ze echt niet meer aangevuld. Ze zitten nog wel met wat kleine maten, maar er was zoveel vraag naar. Tenminste, mensen zeiden van, oh jammer. Meestal als ik het dan opnieuw bestel, wordt het niet besteld. Maar ik wilde het toch doen. Omdat ik het gewoon zo'n leuke jas vind. En omdat die roze heeft Lotte nu. En Denise, Anna heeft die roze jas nu. En ja, gewoon even een risk. En ik heb een pakketje van Chiquelle, maar het is nu een beetje donker om het te laten zien. Dit zijn mijn 4 nieuwe items. Ik ben dus mega enthousiast. Want het is precies wat ik ervan had verwacht. Deze was een gokje, want ik wist niet of ik me zou passen. Dat is ML, maar volgens mij is hij groot genoeg. Corduroy, groene en blues. En 3 truien. Ik ga ze nu even passen. Dit is de eerste. Ik vind hem echt heel leuk. Ik twijfel een beetje, omdat ik blauw snel een soort van pyjama kleur vind. Het enige wat een beetje naar is, en ik denk daarom dat ik hem aan een vriendin gegeven, is dat Chiquelle best wel veel trui met wol erin. En ik deed dat steeds niet. Maar nu, alles wat ik stuurde, zeiden ze nee, die kan niet, want die is niet veel op voorraad, dus die mag je niet, blabla. Toen dacht ik, nou, ik doe toch maar een trui met wol. Het valt mee. Ik bedoel, ik heb in de webshop ook een trui met wol. Maar door deze kool word ik een beetje helemaal gek. Dus dan moet je echt iets met de kool eronder doen. Want ik kan hier eigenlijk echt niet tegen. Maar ja, het is wel weer gewoon een super mooi trui. En hij stinkt een beetje naar koe. En deze. Het is wel fijn misschien denk ik voor jullie om te zien hoe Chiquelle kleding bij mij staat. Omdat het heel veel one size dingen zijn. En ik natuurlijk ook best wel grote maten heb. 42, 44. Als ik hem zo zie maakt hij een beetje dik. Maar in de spiegel vind ik hem heel leuk. Hij is in ieder geval, ja, hij zou misschien iets leuker zijn als je wat wijder valt. Ik weet niet, het is een hele mooie kwaliteit. Het is heel grappig, want ik heb een trui gekocht voor Combo die er heel erg op lijkt. Echt heel erg. Ja, je ziet hem ook qua mouwen. Dat, hij zou misschien iets fijner zijn als hij iets groter was of zo. Maar ik vind hem helemaal top en prima. En hij zit een beetje, nee, hij zit niet eens echt strak eigenlijk. En doordat het een dikke stof is, zie je ook niet je buik of iets. Hele mooie trui en lekker zacht. Dus dit is wel echt een trui waar ik heel blij mee ben. Zo is trouwens dat ik heel erg moe ben. Ik ben echt heel erg moe. Leuk. Ja, net een maatje groot zou leuker zijn. Maar het is dus een one size en ik draag dit zeker. Ik vind het echt heerlijk. Ik ga niet als chill trui doen, want daar vind ik hem te mooi wit voor. Lekker, houd je een beetje warm, maar niet dat... Hoe noemden ze dat nou? Ik weet niet meer. Nu de volgende trui. Deze lijkt er ook weer heel erg op. Deze vind ik eigenlijk leuk. Nou ja, hij staat wat korter, wat ik jammer vind. Want mijn buik loopt tot hier. Dus dat vind ik jammer. Maar ik vind de mouwen veel mooier. Zie je? En hij is toch, hij lijkt heel erg op, maar ik vind hem toch anders. Ik twijfelde heel erg, omdat ik deze kleur krijg ik vaak te horen dat ik daardoor, ik had ook een jurkje hiervan, die vonden jullie wel heel leuk. Maar Ruben en ik weet niet meer wie dan meer zeggen wel eens dat je er heel bleek in lijkt. Dat is misschien wel zo, maar ik vind de kleur eigenlijk heel leuk. Het is een beetje zalmroze nude. Ik vind hem, ja, ik ben ontzettend blij met de dingen die ik tot nu toe heb. Oké, ik vind dat Chiquelle echt super, echt vooruit is gegaan, want ik heb ongeveer 1 jaar geleden met ze samengewerkt. Die items waren allemaal te klein en ik weet niet eens meer wat het was, maar nooit gedragen in ieder geval. En vorige keer was het echt heel leuk en nu is het gewoon weer heel erg leuk. Onscherp, levendig. Oh. Ja, dit is echt geweldig. Hij is bijna nog groot. Het riempje zou die leuk zijn. Als we weer mee willen samenwerken, wil ik deze zo graag in meerdere kleuren, maar heel vaak is het dan niet meer. Het is wel een mint rood en nog een kleur, want hier leef ik voor. Ja, jullie weten misschien dat ik in de zomer heel graag dit soort dingen droeg. Maar deze is, hij is gewoon groot, joh. Kijk, voor mensen die mijn maat hebben, ik dan.
is echt... Waar zijn mijn billen? Ik moet weer sporten. Echt groot. Maar ik denk, ja, maat kleiner. Hij zou echt wel leuk zijn met een riempje. Maar ik weet niet hoeveel kleiner maat kleiner is. Maar hij is wel heel groot eigenlijk. Qua lengte, wat denken jullie? Met een panty denk ik dat het net kan. Chiquelle is wel echt een webshop als ik hun spullen nu zie. Komt eigenlijk het meest overeen met wat ik in mijn eigen webshop zou willen qua items. Dus ze hebben echt super mooie kwaliteit. En ik vind dat mijn kwaliteit ook steeds beter wordt. Dus ik zie hun app ook echt groeien. Ze hebben nu een zak en kaartjes eraan. Weet je wel, dus dat is ook wel... Ik vind het wel leuk om met haar samen te werken. En ook wel leuk om zo... Ja, ik weet niet. Dit is wel echt een voorbeeld qua webshop. Ik denk dat ze wel goed lopen, dus super leuk. Maar ze werken wel heel veel samen. Daar moet je wel echt veel geld voor vrij hebben om dat te doen. Oké, nou, ik vind het echt super leuk dat ik weer zo'n kleding heb. Doe even je duimpje omhoog als je dat ook vindt. Dan stel dat deze video dan nu ineens veel meer duimpjes helpt. Dan weet ik even van, oh, dat komt dus echt omdat ze het heel leuk vinden dat er weer kleding in zit. Ik denk het wel, maar ik weet niet, misschien missen jullie het wel helemaal niet. Oh, de mouwen kunnen niet langer. Kijk, hier zit dan een knoopje. Maar ik dacht dat ze opgerold waren. Grappig. Ja, ik vind hem echt ontzettend leuk. Heel blij. Jee, dankjewel Chiquelle. Goedemorgen jongens. Ik ging even de bodypas aan het kijken. Of ik hem nou goed vind staan om te shooten. Maar eigenlijk vind ik hem echt best wel mooi staan. Ja, kan eigenlijk prima. Het is best wel, ik vind hem echt ontzettend mooi. Het knoopje, het is zo'n degelijke. Maar mijn gezicht is nog niet echt goed. Zo goed, mooie body. Ik weet niet of ik er vandaag tijd voor heb, maar ik denk dat die wel gewoon op mijn eigen lichaam eigenlijk kan. Ja. We hebben heel veel toffe nieuwe sieradenkaartjes binnen. Wij hebben dus een hele collectie met sieradenkaarten. Ik ga ook binnenkort snel een video maken voor de website. Waarin het een beetje wordt uitgelegd hoe dat werkt. Je kunt dus voor €2 een kaartje kopen. Op onze eerste collectiekaartje stond ook een lijntje voor om in te knippen. Hier is dat niet, dus je kunt hem ook makkelijk als normaal kaartje gebruiken. Die andere ook trouwens. Maar hier kun je het ook inknippen, sieraden omheen doen. We hebben ook een service waarbij wij dat doen. We hebben super tof nieuw inpakpapier. Je kunt een heel vuil kopen voor €3 of je cadeau laten inpakken voor €1,50. We pakken ons cadeautje natuurlijk altijd mooi in een zakje in en zo. Maar als je echt een cadeau aan iemand wil geven, kun je dat dus gewoon compleet zelfs laten afleveren. We schrijven er zelfs wat voor je op binnen die €1,50 ook. Super leuk papier. En deze kaartjes zijn dus echt hele mooie stevige kaartjes die we ook in een zakje doen. Dus echt super leuk. We hebben ook nieuwe bangles binnen, eentje per stuk. Gouden bangle, jij ziet het hier niet zo goed, maar dit is met een hart en met een ster en dan ook in zilver. Dat is echt super leuk. Zo'n kaartje maakt het gewoon echt heel erg veel leuker. Dit is dus voor kerst, Sinterklaas, leopard, for you, for me. Het is gewoon best wel een algemeen kaartje. Deze vind ik heel erg leuk, deze voor Sinterklaas dus. Dus nog wel kort leuk, zeg maar. Jij bent lief geweest. die kun je ook bij Sinterklaas dus gebruiken, maar ook los. Deze kun je op de site kopen, 6 gift tags. Super leuk, origineel. Ik vind het wel leuk, want ja, het is toch wat anders dan dat inpakpapier wat iedereen altijd maar heeft van de Primark. Of ik weet wel dat je op een verjaardag komt en dat 4 mensen hetzelfde kaartje hebben als jij, weet je wel. Dus dit is wel leuk, origineel. We hebben deze. En nogmaals, je kunt er dus ook wat op laten schrijven en het laten inpakken. En dan kun je het zo naar die persoon sturen. En als je erbij zet dat het voor iemand is voor een verjaardag, proberen we er ook wat meer spoed achter te doen, zeg maar. Om het zo snel mogelijk op te sturen. Love and Kisses. We hebben echt ontzettend veel sieradenkaartjes. Ook zakjes. We hebben ook een paar kant-en-klare kaartjes met sieraden er al aan. Ik merk vaak dat we een bestelling binnenkrijgen en dan zeggen ze erbij, hoi, het is een cadeau, kun je het leuk inpakken, dit en dat. En zoals ik al zei, het is sowieso al leuk ingepakt, maar we hebben dus een speciale service daarvoor. Deze vind ik zelf ontzettend leuk. Hip Hop Hooray staat hierop. Dit is leuk voor iemand die gaat reizen of aan het reizen is. Deze is echt een van mijn fave. Cheers to you. Dus echt ontzettend veel voor hele leuke gelegenheid. Ik vind het zelf echt amazing. Ah, hier hebben we er 2 van. Die vond ik super leuk. Dus ja, ik vind het echt super leuk dat we dit op de website hebben. En als ik dit heb, wil ik ook echt zo graag een echte winkel beginnen. En leuke kaartjes in een rekje zetten. En, oh. En we hebben nu ook een standaard gekocht. En deze kaartjes. En hier gaan we nu iets nieuws van die hele toffe elastieke armbandjes op verkopen. Van deze materialen. Echt ontzettend gaaf. Oh ja, hier hebben we ook weer 3 nieuwe van binnen. Ook wat gouden slootjes voor de armbanden. Hele hoogwaardige kwaliteit zijn deze. Dus dat is top. Wat is dit? Dit zijn slootjes. En dat was het eigenlijk al. Oh ja, en vooraan kettingjes. Deze. Om aan een kettingje te hangen met een sterretje eraan. Heel cute. Dit gaat in de armbanden. Hier. Erbij. Dit zijn dus onze lades. Dit is de showmodel la. Dus alles wat ik zelf draag ligt hier. Hier ga ik dus lekker een beetje mee aan de slag. Heb ik echt zin in. Super leuk dus. Helemaal leuk. Kijk hoe leuk. Ik heb deze dus net gemaakt.
Nog best een werkje om het goed te doen qua afmetingen. Want hij moet zeg maar niet te los zitten, maar ook niet te strak. Het is elastiek, dus sowieso past iedereen. Maar het is heel zacht materiaal, dus het knelt niet of iets. Super cute, hè? Echt leuk. Ik heb alleen eigenlijk de verkeerde kaartjes gekocht. Want ik had er eentje moeten doen waarbij dit wat diep, wat langer is dit gat. Want kijk, nu staat handmade eronder, maar het maakt niet heel veel uit. Mega cute. Echt super leuk. Heel leuk te combineren ook. Vaak bij dit soort bandjes krijg je een setje. En er zit er altijd eentje bij die je niet leuk vindt. Dus ik heb expres gewoon per stuk. Dat je gewoon zelf kunt kopen welke jij leuk vindt. Cute, hè? Leuk rekje ook. Oké, jongens, ik heb mijn make-up gedaan. En het is wel iets anders dan normaal. Ik heb iets meer op mijn contour gelet, zoals Lotte het geleerd had. Alleen mijn ene oog, dit oog is echt heel klein vandaag. Ik weet niet of je dat nu nog steeds ziet met make-up. Dat heb ik wel een beetje goed geprobeerd te doen. En ik heb dus oogschaduw weer geprobeerd. Ik weet niet of ik verteld dat ik dat laatst ook had geprobeerd. Maar ik doe dat dus met mijn contourkleur. Zo, dat daar zo. En dan woep woep. En dan een beetje een lichtroze highlighter van mijn Primark paletje. En dan nog mijn Nars een beetje rolstonige highlighter hier. Maar het is best wel oké. Want ik vind een nude oogschaduwlookje wel leuk erbij. En verder iets meer mascara dan door de week of zo. En ik ga misschien nog een eyeliner op doen. En zal ik even mijn haar stylen. Dat is ook altijd een heel groot verschil. En ik heb niet echt heel veel zin om mijn studio weer op te bouwen eigenlijk. De zon schijnt ook. En meestal is het licht dan niet zo goed. Ik heb wel zin om het op de site te zetten. Oh, en ik heb nog mijn overnight oats van gisteren warm gemaakt. En ik heb koffie. Heel saai. Zo, en toen was mijn haar weer helemaal stijl. Het is echt heel stijl. Net zo stijl als toen Lotte kwam. Wat wel leuk is, ik droeg dus eerst op mijn werk wat meer make-up. En dan zag ik bijna nooit verschil. En het leuke aan iets minder make-up op je werk dragen is wel dat je dan nu in het weekend weer iets opgemaakter voelt, weet je wel. Ik heb echt wel zin om de foto's te maken en de studio opbouwen. Is gewoon altijd heel irritant. En er schijnt dus allemaal zon hier. En heel vaak mislukken de foto's dan. Misschien moet ik vanaf die kant foto's maken, want daar is geen zon nu. Maar misschien straks weer. Vonden jullie de oogschaduw mooier met of zonder eyeliner? Ik zat gisteren trouwens de hele avond zonder warmte. Want onze cv-ketel die plofte en we waren echt heel bang. En Ruben ging weg en zegt ik ga hem uitzetten, want straks komt er brand of ploft hij of zo als ik er niet ben, dat soort dingen. En nu is er gelukkig heel snel iemand gekomen die hem nu gaat maken. Dus dat hoor je nu. De stem klinkt een beetje als Lil Kleine. Ik vind de stem van Lil Kleine zo mooi. Ik hou echt van zo'n stem. Ik ga nu even foto's verwijderen, want mijn computer zit weer eens vol. Maar ik ben dus heel bang dat ik net on the go video's heb verwijderd. Want ik had net per ongeluk bijna deze verwijderd. Van een broodje testen. Ik laat zien hoe schattig het is als ik iets doe. Dat Bobby er dan even bij zit. Het is zo cute. Oké, ik heb net geshoot. Ik hoop dus dat door het licht leek het soms een beetje paarsig, dat dat goed is. Ik ga nu kijken. Ik vind hem echt ontzettend mooi en ik voel me er heel erg sexy in. Ik wil hem zeker ook zelf. Het enige wat jammer is dat hij loopt nog veel lager. Wat ik heel erg fijn vind aan deze body. Maar deze broek is best hoog, dus dat zie je niet. Maar ik maak denk ik nog even een foto aan de hanger of zo. Want wat ik dus echt vaak tegen vind, ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar dat een body dus maar tot hier ook loopt. Maar je kunt dus ook gewoon een kortere broek met deze body dragen. En dan weten jullie dat in ieder geval. Ik voel me helemaal, ik wil deze echt heel graag met kerst aan. Ik heb nu deze trui aan, ik wilde die shooten, maar ik ben een beetje moeig. Want het duurt heel lang, want het is veel te donker. En ik heb nu ook een beetje een dode blik, maar hij is zo ontzettend leuk. En hij komt ook niet zo goed over met mijn camera zo, lijkt alsof je geen nek hebt. Terwijl dit juist, wat ik heel erg leuk vind aan deze trui, is dat hij best wel echt een hele mooie, hij is sowieso heel zacht, maar een hele mooie kool heeft. Niet zo helemaal zo, weet je wel, best wel een... Ja, echt een heerlijke kool. Niet te strak, maar het kwam niet echt goed over. En zoals je kunt zien, kijk. Zo, het is nu echt best wel heel erg donker. En dan komen er hier blauwe. Ja, je ziet het. Maar hij is echt heel erg leuk en heel zacht. Kijk, dit is echt wit. Dit is een beetje crème. Niet heel crème, maar... Ruud en ik gaan nu denk ik iets doen. Oké, ik heb weer mijn babytrui aan. Want ik moet daar ook nog een foto voor maken voor Insta. Dus misschien kan dat straks meteen even.
En we hebben dus, ik heb er een havermout gegeten, want we hebben ook niet echt heel veel meer in huis. Dus we wilden naar de IKEA om daar te eten en dan daar even te kijken. Hey, daar is Riep. Maar misschien gaan we daar nu even brunchen of zo, of iets. Misschien daar nog naar de film, maar we zijn allemaal een beetje, dus misschien gaan we daarna wel gewoon naar huis. Ik weet niet. Maar ik ga even mijn laptop in de auto meenemen, want dan kan ik vast de foto's uitkiezen die ik vanavond echt op de site wil gaan zetten voor de body. En ik ben zo benieuwd. En ik heb net die vrouw geappt of ze nog heeft, want dan weet ik dat vast. Ik denk echt, ik bepaal een beetje dat ik er maar 3 heb gekocht. Want dit kan niet anders dan dat dit een succes wordt. Het is zo mooi. Het brandt gewoon een lampje van het stuur. Raar. Onze auto is echt heel raar. We hebben net hier zo, met Lotte stond ik daar en hier stond ik met Ruud. Het is echt best wel saai op de foto, maar ik hoop gewoon dat het leuk is. Het is dat baby is gewoon heel leuk. Een collega van mij zei ook van leuk, ik kleren. Toen dacht ik, huh? Zei ze, ja, alleen zo'n baby vind ik echt heel leuk. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Wow, nu is het licht mooi. En ik ga nu even mijn laptop erbij pakken. En deze was het trouwens ook nieuw. En die foto's even bekijken. Oké, we zitten bij IKEA en ik wist niet wat ik wilde. Het was vet rustig en ze riepen dan dit. Eigenlijk waren wij in gesprek nu. Oh, en toen wilde ik wel, maar toen was het heel druk. Dus nu hebben we... Ik heb lekker een bakje patatjes. Nou, heel veel zin in. En ze hebben nu dus... Dit is dus 2,90. Maar ze hadden dus vet veel feta en zo. Dus ik heb allemaal hele lekkere dingen. En dan vind ik dit echt... Dat gaan we delen, maar dit is echt een super lekkere salade. Maar ik heb wel echt heel erg al die vetten eruit gepakt. Maar ja... Dit is gewoon echt lekkere, echt die je bij de Turk haalt. Ja, Ruben is dus niet zo'n zoete kou, maar als hij dan een keer iets zoets eet, vindt hij het echt heel lekker. Ik ga filmen hoe hij eet. Hij heeft zijn eerste hapje al op. Ze is binnenin door... Deem. Nee, koek. Nee, koek, en dat is niet zo lekker. Niet lekker? Nee, oh, zo haverachtig. Ja. Ja. Vezels. Mm. Dat wil je echt niet in een chocolade. Heel vaak van die Zweedse dingen. Waarom? Misschien denk je dat het gezond is of zo. Ik weet het niet. Nee, maar ik hoef niet. Wel. Mm. Jongens, hebben jullie ook dat je het zo koud hebt daar te zijn, omdat je heel erg moet wennen aan de kou? Ik wil één hap filmen hoe jij eet. Saai. Ja, lekker. Oké, jongens, ik heb net even deze trui geshoot. Nu ga ik snel naar Lin, om te gaan samen lunchen. Het is nu dus zondag, ik zie jullie zo. Oké, we zitten bij Cheers in Diemen, bij het winkelcentrum. En dit is Lindersla, ze heeft hete kip. En ik heb met zalm, het is eigenlijk met brie, maar ik vind het niet zo lekker. Dus ik heb bolletjes mozzarella erop. Het ziet er echt heel chill uit. Het is dus deze, dus 9,75. En je zit hier best wel chill. Zo, een beetje een, ja, echt zo'n café gevoel, maar dan dat je wel kan eten. Wat een drama. Mijn bestelling was er dus al die ik voor school moest ophalen. Maar ze hadden me dus gebeld en niet ingesproken, dus ik wist het niet. Dit heb ik allemaal in mijn eentje erin moeten tillen. En ik moet echt, nou ja, zeker 5 minuten lopen om straks deze car weer terug te brengen. Nu ga ik het dus in mijn auto doen. Ik heb ook ondertussen maar een paar boodschappen gehaald. Maar dit is echt mega zwaar. En dat op je vrije zondag. Maar ja, ik dacht ik ben nu in de buurt. Het was nog een heel gedoe. Volgende keer ga ik echt bestellen. Ik ben nog even boodschapjes gaan doen, heel weinig. Ook echt geen zin. Nu ben ik bij Sunflower in Diemen. Het is echt een hele chille zonbank. Ik moet echt weer, want ik ben grappig, ik heb net make-up gereinigd. Mijn huis is eigenlijk bruiner dan dat ik was, dus ik had een beetje te witte make-up op. Oh ja, nu ben ik heel wit. Ik ga lekker hieronder. Hier is echt super chill. Je hebt echt drinken, je kan je gezicht reinigen. Ga lekker plassen. En ik ga even 18 minuutjes de powerbank doen. Ik zet mijn gezicht altijd iets minder, want hier wordt altijd heel erg snel rood en heet. Maar mijn lichaam niet. Want ik heb het echt even nodig, want misschien gaat mijn hoofdpijn ook wel een beetje over. Ik weet niet, het is toch wel altijd even lekker naar de zon. Mijn broek uit. Als ik naar mezelf kijk en ik heb een beetje een kleurtje, dan voel ik me ook meteen meer vermoeid. Dat had ik volgens mij een keer eerder al gezegd. Dus ik had vandaag trouwens voor mijn Primark tasje mee, superleuk. Oké, jongens. Ciao. Oké, jongens, ik ben weer thuis. Rup is weg. Misschien denken sommige mensen wel van, waarom vind je het altijd zo lekker? Ik zeg altijd van, Rup is weg, lekker. Maar dat is lekker, want dan kan ik altijd eventjes mijn eigen dingetjes doen. Wij vinden dat sowieso allebei lekker. Om even ons eigen ding te kunnen doen. Hij was nu lekker even alleen thuis. Kan hij even lekker gamen en een beetje rustig wat een beetje dingetjes opruimen. Hij heeft de keuken gedaan, zie ik dat wel ik eigenlijk doen. En nu ben ik thuis en dan kan ik even zorgen dat ik dat vanochtend van de fotoshoot even lekker rustig opruim. En daarna kan ik gewoon altijd lekker even iets eten waar ik zelf zin in heb of iets bestellen of zo. En daarna ga ik altijd, jeetje wat rood. Ik had de gezichtsbruiner nog minimaal gezet. Morgen ben ik lekker bruin. Daarna kan ik altijd nog eventjes... mijn weekvlog gaan editen. En ik ga even kijken of de foto's van de zwarte en de witte trui goed genoeg zijn voor de site. Ik weet het niet zeker. Want ik heb het echt best wel gehaast gedaan. Moet nog 2 truien sowieso. Maar ik ga dat niet laten staan. Want voor donderdag ga ik dat sowieso niet doen. Dus dat even opruimen. Misschien even wat orders maken. Wow, jongens, de body.
Ik heb dus... oh, dat heb ik volgens mij nog helemaal niet verteld. Even zitten, ik ben moe. Ik had dus van SML allebei één gekocht, want ik durfde dus niet meer. Toen heb ik haar geappt, ze heeft nog één pakket liggen. En ik had dus een half pakket gekocht, dus ze had nog twee keer L, twee keer S, twee keer M. Ik dacht, ik ga dat niet gehaast ophalen, dus gaat het voor mij opsturen. Het kost dan 7 euro, maar parkeren is nog bijna duurder met benzine. Gaat ze morgen versturen, dus dat is er dinsdag. Gat voor kattenbak. Maar 1L wil ik echt heel erg graag zelf houden. Dus in totaal, hij is nu uitverkocht, de body. Er zijn 3 S'jes, 3 M'tjes en 2 L'en verkocht in 24 uur. Echt bizar. Zo leuk, maar het is ook leuk omdat ik gewoon 100% zeker weet dat iedereen hem geweldig gaat vinden. En qua maat rekent hij niet heel nauw omdat er stretch in zit. Dus ik denk dat iedereen ziek blij gaat zijn. En hoe leuk is het als er zoveel mensen in komen bodysuit lopen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Dat is ook het eerste echt hippe, strakke, sexy item denk ik wat we hebben in de shop. En morgen hoor ik of ze er nog meer van kunnen krijgen. Want het is natuurlijk wel echt amazing als iets zo goed loopt. Dat heb ik nog nooit gehad. Ja, de armbandjes, de zelfgemaakte, liepen ook wel lekker. Maar het is toch anders. Dit is heel chill natuurlijk als webshop, want je hebt de foto's af, hij staat er. Het is nu een kwestie van aanvullen, dus daar heb ik echt heel veel geluk mee. Tomaat. Wow! Oké, ik denk dat ik de week vroeger afsluit, jongens, want ik ga niks boeiends meer doen. Nee, volgens mij is het op zich ook wel lang genoeg. Volgende week staat er nog steeds niks echt boeiends op de planning. Ik ga 2 campagnevideo's filmen. Waarschijnlijk, dat is leuk, want ik heb nooit campagnes en nu heb ik er 2. En ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. De weekvlog reacties waren vorige week fantastisch. Ik heb er zo van genoten. Het is wel heel leuk als je weet dat er gewoon 10.000 mensen kijken. En om ook wat positiefs van die 10.000 mensen te horen. Want vaak reageren alleen de negatieve mensen. En nu had ik zoveel leuke comments. Dus mocht jij dat toen zijn geweest, ik zou het heel leuk vinden als je dat vaker doet. Ja, gewoon echt leuk inhoudelijk. Maar toch, jullie genieten alleen maar, oh je bent leuk. Maar gewoon echt een inhoudelijk lieve comment. Dus superleuk. Ik ga deze hete trui aan doen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je het leuk vindt om naar mijn vlogs te kijken. En vergeet te abonneren als je niet geabonneerd bent. En tot volgende week. Doei.